8 politieke partijen zijn momenteel druk bezig met de verkiezingscampagne. Op weg naar 16 maart, de dag dat u in het stembureau weer uw democratische recht kunt uitoefenen. In een aantal verkiezingsjournaals nemen SA en de gemeente Opstrand u mee voor een kijkje achter de schermen. Zo waren we in het Koopbunderhoes voor een gesprekje met Peter Zijlstra. Hij is op 16 maart vrijwilliger op het stembureau in zijn woonplaats Lippenhuizen. Nou, ik zit dus dit jaar 16 maart op het stembureau Lippenhuizen. Vorig jaar voor de eerste keer, dat was in Gorredijk, maar nu in het eigen dorp als Liphuister, dus dat is extra leuk. Wat was vorig jaar de reden om u aan te melden als lid van het stembureau? Ja, nou, het was eigenlijk gewoon een vraag in de krant van er zijn mensen nodig en wie heeft daar zin in? Ik dacht, nou, dat is wel aardig. Dat ja, leek me leuk om te doen in je leven. En hoe is het vorig jaar bevallen? Wat was er leuk aan de dag? Ja, nou, het is bijzonder om dat hele proces mee te maken. Van tevoren moet je een hele cursus doen en dan moet je een examen afleggen. En het was eerst niet goed genoeg, dus moest ik nog een keer oefenen. En, nou, je leert allerlei dingen over hoe zo'n proces gaat. En dan ben je daar 's ochtends vroeg. En dan komen de eerste mensen binnen en het was toen natuurlijk diep in coronatijd, dus we moesten iedereen desinfecteren en kapjes en de weg wijzen. En, maar ja, wel bijzonder. En, ja, allerlei mensen natuurlijk, de hele bevolking komt langs. En heeft u ook meegeteld aan het eind van de dag? Zeker, ja, dat hoort bij de taak. Dat hoort bij de taak, ja. En dat is ook lijkt me een bijzondere klus. Ja. Ja, ik heb de vroege dienst, dat heb ik deze keer weer, dat vind ik prettiger. Dan ben je van 7 tot 2 en dan mag je naar huis en dan kom je s'avonds om 9 uur weer. En dan begint het tellen. En ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Het is overigens dit jaar nog weer een beetje anders, want ze hebben een hele methode. Daar hebben we als voorzitter, ik ben voorzitter deze keer, nota bene, hebben we vorige week een training in gehad en... ja, het is heel grappig van hoe daarover nagedacht wordt, van hoe je dat tellen doet en wat erbij komt kijken. En is het dan het doel om het sneller te laten verlopen? Ja, sneller en nou ja, de fouten zoveel mogelijk natuurlijk eruit. Het is altijd al heel zorgvuldig, maar dit systeem is net nog weer iets handiger. We stemmen op 16 maart voor de gemeentepolitiek, de gemeenteraad. Ja. Volgt u de lokale politiek ook? Uiteraard, ja. Nou ja, kijk, ik vind het heel belangrijk dat mensen stemmen. En bedoel, daarom doe je dit ook. We zijn een democratisch land. En nu ja, een paar landen verderop wordt de democratie nu aangevallen. En dan heb je goed door ja, wat dat betekent. Dus ik denk, je moet gewoon stemmen en je moet je verdiepen in wat er zich allemaal afspeelt in de gemeente. Nou, er is overal in Nederland, maar ook in Opsterland, genoeg keuzes te maken. En dat is het belang om op 16 maart naar de stembus te gaan? Zeker, ja. En één stem is er maar één. Maar als iedereen stemt, dan maakt dat toch echt wel een verschil. Verwacht u ook dat er meer mensen gaan stemmen dit jaar door wat er nu in de wereld gebeurt? Ja, dat heb ik me afgevraagd, ja. Van... of je dan eerder denkt van, dit is me wat, ik moet toch zorgen dat ik meepraat. Ja, ik hoop het wel. Ja. We zullen het zien. Weet u al op wie u gaat stemmen? Voor de een is dat makkelijker te bepalen dan voor de ander. Maar SA helpt u graag bij het vinden van de partij die het best bij u past. Kijk daarvoor in de krant, maar ook op onze site, sa24.nl. De afgelopen jaren speelt het begrip de krijg van de mierskip een belangrijke rol binnen de gemeente Opsterland. De gemeente wil gebruik maken van de ideeën en de organisatiekracht van de samenleving. Maar hoe die mierskipsprojecten in de praktijk allemaal uitpakken, daar verschillen de meningen nog wel eens over. Op sa24.nl leest u de reactie van 8 deelnemende partijen op een stelling over dit onderwerp. Net als hun reactie op een aantal andere stellingen. En weet u dat u trouwens ook iemand anders kunt vragen om namens u te stemmen? Hoe dat in zijn werk gaat, vertelt Arjen de Vries van de gemeente Opstrand. Iedereen die mag stemmen, die krijgt een stempas in de bus. Maar niet iedereen die mag stemmen, kan ook stemmen. Daar zijn oplossingen voor, Arjen de Vries.
Ja, dat klopt. Er is inderdaad een oplossing als je niet zelf kunt gaan stemmen. En dat, de oplossing daarvoor is een volmachtstem laten uitbrengen. En daarmee geef je dus een andere kiezer de opdracht om voor jou te gaan stemmen. En hoe werkt dat in de praktijk? Nou, het makkelijkste is om dat met de stempas te doen. Dus iedereen heeft als het goed is een stempas gekregen. Op de achterkant daarvan is een gedeelte om in te vullen en daarmee een volmachtstem aan iemand anders te geven. En dan kan degene die die stem namens jou uitbrengt met die volmacht naar het stembureau. Precies, dan ja, met de volmacht en ook een kopie van het legitimatiebewijs van de, ja, degene die de volmachtstem uitgeeft. En stel nu dat die stempas niet is aangekomen of per ongeluk in het oud papier is beland. Ja, dat gebeurt ook. En dus mensen die de stempas niet hebben gekregen of hem kwijt zijn geraakt, die kunnen een vervangende stempas aanvragen. En dat kunnen ze doen via de website www.opstaland.nl en dan /verkiezingen. Hoeveel tijd kost dat? Een paar dagen. Dus dat kan je niet meer op de laatste dag doen? Nee, dat kan uiterlijk tot vrijdag, de vrijdag voor de verkiezingen. Maar goed, dan is het natuurlijk wel wat kort dag om voor de volgende week nog iets via de post te verzenden. Dus het liefst zo snel mogelijk regelen om een vervangende stempas aan te vragen. Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op de site van de gemeente Opstaland, www.opstaland.nl. Maar kijkt u ook eens op de site saf24.nl voor het laatste campagnenieuws en nieuws over de verkiezingsdebatten. Volgende week vindt u in SA 16 pagina's vol achtergronden rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Met informatie over het functioneren van de gemeenteraad, de gang van zaken rondom de verkiezingen en alle 8 partijen presenteren zich ieder op een eigen pagina. Tot zover het tweede SAF-verkiezingsjournaal. Graag tot volgende week.